Hallo. Hallo, Robbie van OneUp. Hey. Welkom. Ik had net even in de chat gevraagd wie wil er een random Steam game winnen. Oké. Okay. De Surge komt in 3, 2, 1. Bam. De Surge. Ja, de Surge. Oké, okay, nice. Dat is een PC-code of wat is dat? Dat is een Steam-code, ja. Dat is een PC-code. Ja, dat is PC. Zover ben ik nog mee. Robbie. Ja. OneUp. Ja. Hoe verloopt het? Goed, hè? Ja? Ik ben blij van hier rond te lopen en zoveel blije gezichten te zien, jong en oud. Uh-huh. Ja. En wat doe jij precies binnen OneUp? Oh. Wat doe jij daar niet? nee, we zijn een heel close team dat goed samenwerkt, maar mainly community management. Dus okay. Sociale media, de website op poten zetten, maar ook een beetje de contact met de lokale gaming scene. Dus voor de Belgian Game Awards en zo, de contact met de indie games. En een paar leuke concepten bedenken, zoals de Studio Brussel Booth met die verschillende indie game, rhythm games. Uh-huh. Daar voel ik mij in mijn element, als ik daarmee mag bezig zijn. Hoeveel voorbereiding heb jij nodig om de OneUp Conference klaar te krijgen? Heel, heel veel. Ja? Ja. Ik denk niet dat je ooit het gevoel hebt dat je klaar bent daarmee. Oké. Okay. Dus altijd ga je wel denken, ik kan meer doen. En hoe vroeg begint je eraan? Eerst vooral kijken voor OneUp zelf. Het eerste waar je mee moet beginnen is een datum bepalen dat interessant is. Vorig jaar hebben we dan februari gepakt, die hebben we aangehouden. Ten tweede is natuurlijk zien dat er interessante content is. Mm-hmm. Dan ga je gaan shoppen eigenlijk bij alle games die uitkomen. De publishers gaan vragen van wat wil jij brengen aan de mensen. En ook andere dingen, zo belevenissen die leuk zijn. Zoals deze leuke Gamemania booth hier. Dank u. Goed gedaan. Dank u. En dan is het vooral bezoekerswerving, hè. Ja. En dan moet je sociale media, de pers mee hebben. En zien dat je zoveel mogelijk ogen en oren krijgt op je evenement dat gaat plaatsvinden. Want het is niet evident om iets nieuw af te komen. Nee, in dat België. Zal wel. Dat zal wel. En nee. krijg je ook hulp van de stad Kortrijk dan? Ja, Start Kortrijk helpt daar ook een beetje in bij. Zeker voor de Belgian Game Awards en de conferentie is hun interesse wel voor daar te zijn. Want Kortrijk wil ook van de regio zo'n soort van gaming hub maken. Ja. Waar ze een paar plannen mee hebben. En dat is dan ook weer dicht verbonden met DAE die hier eerder bij jullie geweest is. Ja. Dat die dan toch een goede opleiding hebben en zo. Ik vind het heel jammer dat ik geboren ben wanneer ik geboren ben, want anders had ik daar zeker gestudeerd. Maar we hebben hier Sofie ook. Die was eigenlijk voor haarzelf aan het vragen van hoe ziet zo'n gameopleiding eruit, want ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd. Sofie kan meebabbelen, trouwens. Hallo. ja, maar dan zelfs gewoon van, ja, ik wil games maken, maar ik zou dan nog niet eens weten in welke categorie dat ik terecht wil komen. Ja. Is dat grafisch? Is dat programmeren? Is dat game design en stories? Er zijn zoveel verschillende dingen. En nu door community management te doen, niet alleen voor OneUp, maar ook voor een paar games hier aanwezig, heb ik dan toch nog een beetje die droom kunnen waarmaken. Wat is community management precies? Wat houdt dat in? Dat is eigenlijk het mensen bewust maken dat je iets aan het doen bent. Is dat OneUp? Is dat een game? Is dat gewoon een product dat je brengt of zo? Dan wil je mensen daar warm voor maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. En de aanpak die vandaag het meest courant is sociale media. Ja. Dat is Twitter, Facebook, Instagram. Stories maken, posts plaatsen die mensen interessant vinden en ook engagen met hun. Want ik wil ook zoveel mogelijk, als ik dan voor een game werk of zo, is ook altijd een van de dingen dat ik zeg van spreek zoveel mogelijk met de mensen. Ja. Hoe vroeger dat je aan die game begint en aan de mensen invloed kunt hebben, hoe meer dat die meestrijders worden eigenlijk in je oorlog van help mij hier een succes van te maken. Ja, ik denk dat het hele early access concept daar ook wel bij helpt. Hè? Inderdaad. We hebben hier een paar developers op de stand gehad. Ja. Die ook zeiden van kijk, we hebben onze game momenteel in early access zitten. We krijgen feedback van de community op basis van wat ze spelen. En daar doen we dan ook echt daadwerkelijk dingen mee. Wat dat vroeger eigenlijk totaal niet mogelijk was. Nee, hè? Dan was het een game maken, een game uitbrengen en dan was het een beetje gedaan. En dat kan over hele, voor de programmeurs, simpele dingen gaan, maar toch interessant voor de community. Gelijk als je Nanotail neemt bijvoorbeeld, die er geweest zijn. Hun monstertjes of enemies zijn al gemaakt. Maar dan vragen ze aan de community, en hoe gaan we dat noemen? Wat gaat de naam daarvan zijn? Ja. En dat zijn zo'n simpele dingen, maar iedereen thuis is direct getriggerd van ik wil daaraan meehelpen. Ja. En ook al was hun stem maar één van die 500 stemmen dat uiteindelijk de keuze gewonnen heeft, toch is dus iets van ik heb dat waargemaakt, ik heb daar aan bijgedragen en dat is een leuk gevoel. Een goed voorbeeld van zo'n community betrekken bij hetgeen dat je doet is de Audience Award natuurlijk. Ja, we hebben zeker. Bij Game Mania de Audience Award samen met jullie ook georganiseerd. Dat was leuk verlopen. Ja. Dat was heel leuk verlopen en dat was ook heel fijn voor ons te zien dat er daadwerkelijk mensen genoeg interesse hebben in eigenlijk hetgeen dat we hier lokaal doen om ook hun stem te laten. En ook voor de game zelf is dat eigenlijk een Kickstarter, want bij de jury, zoals je zat mee in de jury, maar
het spel spelen door de jury is eigenlijk, je hebt je werk al gedaan. Ja. Dus de game is af, die moet gewoon goed zijn, de jury gaat die beoordelen en daar stopt het eigenlijk een beetje voor uw game die al uit is. Uh-huh. Maar bij die Audience Award is het dan heel interessant om die terug in hun startblokken te zien schieten van we moeten het publiek mee hebben, ze moeten voor ons stemmen, niet voor die anderen. Ja, het was heel spannend. Ik vond de Belgian Game Awards ook heel tof om te volgen. Ik ook. Hoe is dat allemaal verlopen? Want daar waren best wel wat sprekers, ook bekende mensen die eigenlijk daar... Ja, voor de award uit te reiken, hè. Maar dat is dan ook vooral de Belgian Game Awards mogelijk maken. Dat is niet zo heel erg evident. Ja. Je hebt de show zelf gezien. Die komt trouwens maandag online te staan op YouTube. Hopelijk. Ik heb de beelden al, maar ik zal ze nog een beetje moeten bewerken. En ja, gewoon om dat mogelijk te maken, zo'n grootse show, daar komt toch wel wat bij kijken. Ja, en dan hebben ze sponsors nodig. En dan zijn die blij dat die sponsors, omdat ze meehelpen, het mogelijk te maken hebben. Dat die even op het podium mogen komen en hun momentje in de spotlight hebben. Ook. Waar krijg je het meeste energie van als je de One-Up Conference en de Belgian Game Awards organiseert? Wat is voor u? Wanneer ben je blij? In de aanloop ernaartoe, vooral als ik gewoon zo dingen deel en ik zie mensen daar interactie mee hebben en daar ook warm voor lopen en even enthousiast zijn voor de dingen die ik enthousiast voor ben. En dan nu gewoon van hier rondlopen en zien dat alles op zijn pootjes komt. Want het ziet er prachtig uit met het kasteel en die catwalk en zo. Maar wij zien dat op voorhand enkel als tekeningen op papier. Wij zelf zijn er ook heel benieuwd naar hoe dat gaat zijn de dagen op voorhand. We krijgen dan nog eens wel foto's toegestuurd van wie het aan het maken is. Maar dat is van, oh, ik hoop dat het weer zo goed was als vorig jaar en dat er het weer bonk op is. En als je dan hier binnenloopt en je ziet van, ja, oké, die sfeer zit helemaal oké, dat is super. Die Belgian Game Awards zaten voor mij zelf een paar verrassingen toe. Ik zag in één keer tijdens de testing dan die little bit die fireworks, of die vuurscheiters zoals we het in dialect zouden zeggen. Ja. En dat was van, ik wist niet dat we vuurwerk hadden, maar dat is cool. Dat zijn er ook nog verrassingen voor u? Ook misschien als je rondloopt, dat je denkt van, ai, Nee, van content was ik van alles op de hoogte, want ik heb bij heel veel wel een tandje bijgestoken. En we hebben heel veel hulp gehad ook van andere mensen, maar dat is het wel in overleg van, wie zitten we op welke locatie, met wie hebben we contact? En ook vooral mijn rol op voorhand van, hoe maak ik de mensen bewust dat uw content aanwezig gaat zijn op voorhand? Ja. Voor een beetje een interessante grafische afbeelding te maken, er een beetje tekst bij zetten, dat mensen meer betrekking geeft ertoe. Ja. En dat vind ik ook een heel leuk jobje om te doen. Cool, klinkt ook heel fijn. Ja. Ik denk dat heel veel mensen uw job ook wel interessant zouden vinden om te doen. Ja, er zijn mij al een paar mensen die me aangesproken hebben van wat moet ik doen voor bij u stagiair te worden onder u. En dus, wat moeten ze doen? Ik heb al één iemand dat in de Studio Brussel behoefte juist zat, Andreas, dat mijn stagiair is nu bij mij. En dan diegene dat er nu in staat, die is ook al gezegd van ik heb zeker wel interesse daarin. Dus super, dat is leuk. Super. Hoe is het idee van OneUp eigenlijk? Waar komt het idee van om dit te organiseren? Dat idee kwam eigenlijk van twee mensen die hier het vorige jaar vooral aan meegewerkt hebben, Mike en Dave. En die zeiden van, ja, we moeten iets hebben voor de... Ja, waarschijnlijk het DAE-verhaal zal ze over brain drain gegaan hebben en zo. En ze studeren hier, maar ze gaan naar het buitenland. Ja. En OneUp is een van die puzzelstukjes dat wij denken dat daarbij kan helpen voor toch wat meer mensen lokaal te houden en de industrie hier te doen groeien. Ja. En dat heeft eigenlijk maar... We hebben eigenlijk maar twee... doelpunten voor ons eigen, voor er een succes van te maken. En dat eerste is dan inderdaad van de Belgische gamesindustrie te helpen doen groeien. En het tweede is, en dat is eigenlijk ook in line met dat eerste, dat er hier mensen rondlopen, jonge gezinnen, vaders en moeders, mijn jonge kinderen, en dat dat stigma van vroeger van, het zijn maar games, dat dat wegvalt. En als nu een kind tegen hun zou zeggen van, ik wil later wel iets met games doen, al is het maken van games, al is dat... games streamen of alle andere mogelijke jobs dat je daarin kan doen, of marketing zoals ik zelf, dat die ouders nu niet gaan zeggen van, nee, doe dat maar niet, dat komt niet goed. Ja. Dat ze nu iets hebben van, daar is wel een toekomst in. Ja, ik kan me wel voorstellen dat videogames voor een bepaalde generatie echt iets is wat je je zoon of dochter misschien niet in wilt zien verder gaan. Nee, inderdaad. Maar als je dan inderdaad hier ziet wat er allemaal rond aan het gebeuren is, de DAE, de opleiding staat hier ook. Ik heb daar straks een gesprek gehad met de DAE, die opleiding zit gewoon keigoed in elkaar. Ja, dat is een volwaardige job die je daar krijgt. En ook het feit dan nog eens dat de DAE zo hoog aangeschreven staat internationaal. Ja, ik heb ook gehoord dat 90% of zo van iedereen die afstudeert, dat die ook daadwerkelijk de jobmarkt ingaan en werk vinden bij een lokale developer of een internationale developer zelf. Ja, en dat was jaren geleden zou ik dat niet mogelijk geacht hebben. Toen was het aantal games die uitkwam ook zo klein omdat de mogelijkheden er niet waren, de tools waren er niet. Maar nu de engines waarin je games maakt zijn bijna voor iedereen beschikbaar. En het is gewoon, heb je de wilskracht, heb je de motivatie, wilt je ervoor werken, dan kun je het waarschijnlijk wel mogelijk maken. Ja, en dus dat is eigenlijk prachtig dat dat kan. Ja, dat is echt heel mooi. Ik weet nog, toen ik in de videogame-industrie begon, dat was ondertussen ook al 15 jaar geleden. Hier aanwezig en ik stelde in alle moeilijke vragen van, en waar haalt je budget vandaan voor marketing en voor de website te maken en voor je eigen loon uit te betalen? Want het einde van de dag moet je eten en een woonst hebben en zo. Zeker. Maar hoe doet je dat als je een game aan het maken bent?
En dan kwam dat toch heel vaak terug van, er is in België geen publisher, we moeten altijd in het buitenland gaan spreken. En dat was ook een van die dingen dat ik dan nadien heel blij was om te zien dat er die stappen kwamen in België, van dat ook uit de grond te beginnen stampen. Misschien voor mensen die het niet weten, wat doet een publisher eigenlijk? De games maken, dat is maar één kant van het verhaal. Maar dan de marketing bijvoorbeeld, dus wat ik dan doe als job, dat is meestal iets dat de game developer zelf niet wil bezig willen zijn. Je hebt er dat daar heel vlot invallen en dat zelf heel goed kunnen doen. Maar je hebt dan ook andere mensen die gewoon iets hebben van nee, ik wil alleen mijn art maken. Nee, ik wil alleen mijn code schrijven. Dat naar buiten brengen van de game of zo, dat is voor iemand anders. Dat is dan meestal een rol voor de publisher. Als je traditioneel gaat kijken naar de rol van een publisher globaal gezien, dan ga je ook heel vaak hebben dat gewoon het geld van hun komt. Dus de game desk maken een proof of concept, iets heel kort speelbaar, 5 à 10 minuten, gewoon heel even kort grafisch van ik denk dat mijn game er zo gaat uitzien, maar ik heb de middelen er niet voor. En dan steekt de publisher daar de financiering achter die nodig is. En ook, er komen zoveel papierwerk bij kijken. Niemand houdt van papierwerk, hè. Nee. Maar voor je game op Steam te krijgen, dus de stappen die je moet doorlopen voor dat allemaal te doen, of in België voor funding te krijgen. In België hebben we een heel prachtig concept met dat VAF-funding, dat ze kunnen zowel voor op voorhand een proof of concept te maken dan, of de development van de game zelf mogelijk te maken, en achteraf misschien zelfs het marketing vooral. Dat zijn allemaal funding-opties die ze aanbieden eigenlijk. Maar daar komt papierwerk bij kijken en dat is niet evident. En dat is ook weer zoiets waar een publisher bij kan helpen. Een developer wil developen, die wil niet noodzakelijk de papieren zitten in te vullen. En jullie maken het eigenlijk wat makkelijker voor hen om echt aan een game bezig te zijn. Inderdaad. Daar komt het dan op neer. Ja. Was volgens jou nog de grootste uitdaging om Belgische games internationaal echt te laten, de bekendheid te geven die ze verdienen eigenlijk? Het antwoord daarop is niet makkelijk. Want als het zo makkelijk was, dan was het waarschijnlijk het allemaal gedaan. Ja. Ik denk dat daar ook een heel groot stuk geluk bij komt kijken. Dus heel veel games zijn goed en heel veel games krijgen wel een paar ogen. Maar net om, ik zei het eruit, het is nu tegenwoordig zo makkelijk. Ik ga het niet onderschatten, het is niet makkelijk om een game te maken. Maar de middelen zijn er, er zijn meer mensen in geïnteresseerd. De markt is gegroeid, dus meer mensen zijn ermee bezig. Maar je moet maar een keer op Steam of op Xbox of op Switch gaan kijken hoeveel games er elke dag uitkomen. Het is een overaanbod bijna. Dus je moet eigenlijk al een heel uniek concept hebben en zelfs dan nog het geluk hebben dat een paar mensen dat oppikken, dat uniek concept, en zelf beginnen delen over hun netwerken. Ja. Als je echt wil dat het een succes wordt. Ja, ik heb... Want moest ik de succesformule kennen voor een game te maken en zeggen van ja, ik ga daar eens aan beginnen en ik word de bestselling game op alle platformen ooit, dan zou ik het natuurlijk ook gewoon doen en iedereen zou mij kopiëren en zo. Maar uiteraard. Dat boek moet nog geschreven worden. Ja, maar dat past bij een gesprek wat ik had met de developers van Journey for Elysium. Ja. Die zaten hier ook op de zetel en we waren erover bezig van hoe zijn jullie tot het thema van de game eigenlijk gekomen. En toen kwam het ook ter sprake... In een vroeg stadion van de game hadden wij nog combat in de game zitten. En crafting. En crafting en veel meer systemen. Maar toen hebben ze de keuze gemaakt van... Maar er zijn zoveel andere games die dit al aan het doen zijn. Ja. Als we ons nu gaan focussen op wat ons uniek maakt... En dat was dan de narrative storytelling en ook het grafische aspect, het zwart-witte. En dat hebben ze heel goed gedaan, want ze hebben de Narrative Awards gewonnen. Hè? Exact. Ja. En dat hebben ze heel goed gedaan. En ik denk dat dat een wijze keuze was, dat ze zich echt zijn gaan focussen op wat is de USP... En wat kunnen wij uitdragen en waarmee gaan we eigenlijk... Veel meer ogen op ons krijgen. Inderdaad. Maar dat is dan hier alleen in België. Hier zijn nu denk ik 17 indie games aanwezig van Belgische bodem. Ja. En ik denk dat in België ze trouwens elkaar niet beschouwen als concurrentie. Nee, dat zegt ook iedereen, allemaal collega's. Het is niet dat iemand gaat kopen en gaat zeggen, ik ga één game kopen uit België. Nee, als je dan toch over concurrentie spreekt, ze zijn eigenlijk aan het concurreren met iedereen over de hele wereld. Dus het is beter dat je elkaar helpt dan. Ja. Dus ja... Denk je dat mensen die games kopen, dat er een iets te vertellen valt voor het feit dat mensen Belgische games specifiek gaan kopen? Zeker. Ik denk dat er wel een beetje goodwill in zit, dat als ze horen. Maar dat is ook niet altijd iets dat je heel mee naar buiten pakt. Want je hebt maar één bron van communicatie, al is dat Twitter of de Steam-pagina of zo. Kan je wel zeggen van, dit is een game gemaakt in België. Maar het percentage van mensen dat je daarmee bereikt, dat effectief van... Oh, deze is België, is zo klein dat dat eigenlijk niet worth the effort is voor dat op zo'n platform te doen, maar dan wel hier. Ja. En dan valt dan wel heel erg op dat als mensen hier games aan het spelen zijn en ze vangen op van, je spreekt Nederlands. Ik heb de game gemaakt en ik ben hier van België. Dat is interessant. En waar kan ik dat kopen? Omdat die direct zo dat vaderlandsliefde, wat zo te noemen, ik wil jullie wel steunen. Ja. En ook waarschijnlijk, heel veel mensen die hier komen, zijn er zich ook totaal niet van bewust dat er zoveel games in België gemaakt worden. Nee, dat is echt een ongekend aantal nu. Zelfs voor...
even een blik achter de schermen te werpen bij de Belgian Game Awards, hebben wij intern gedelibereerd van, gaan we dat wel 2 jaar op rij doen? We hebben dat vorig jaar gedaan, waren 50 indieningen. Gaan we niet gewoon diezelfde 50 titels opnieuw zien en gaat dat hier een saaie bedoeling worden? Maar dan door die most anticipated categorie kon je wel al zien van daar was, je kunt waarschijnlijk erover meespreken, was heel moeilijk om daar je favorieten te kiezen. Het was echt heel moeilijk. Ja. Het was ongelooflijk hoeveel aankomende games dat er dat nog in de startblokken staan die nog ontwikkeld worden, waarvan dat ik dacht van man. En dat schuift dan eigenlijk gewoon op. Hè. Al die games in die ene categorie, die worden dan verspreid naar de volgende categorieën vorig jaar. We hebben dan al gesproken met een studio Brussel dat zegt van, oh ja, en waarom geen audiocategorie? Ja. Daar heb je heel groot gelijk in. We gaan volgende keer een audiocategorie doen. Ik heb het net ook nog met de DAE over audio gehad. Ja. En ik zei nog tegen... Onderschat in de videogamesindustrie. Bijna iedereen doet dat als laatste en dat is niet correct. Maar ook onderschat door gamers. Want ik zei ook net tegen de persoon die hier zat van, audio is iets, als je het niet merkt, dan is het goed gedaan. Ik zou iedereen een keer aanraden om Final Fantasy te gaan spelen met het geluid van de tv af. Je gaat niet zo meegesleept worden in het verhaal als je die muziek niet hebt. Ik had een vergelijking gemaakt van als je eet en je doet geen zout en peper op je eten, dat is hetzelfde als er geen audio, goed nagedacht is over audio inderdaad. In een game. The spice of life. Ja, the spice of life en the spice of games. Maar tegelijkertijd, als je mij zou vragen van, en hoe noemt die muziek in die game? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, bij een paar uitzonderingen na. Maar het is zo broodnodig. Het is daarom ook dat we vorig jaar een interessante talk hadden op de conference. Van, nu moet ik wel eventjes nadenken over haar naam. Channel Summers. Ja. En dat was een talk puur over de audio in games. En dat was ons nadien ook wel gezegd van, wel tof dat je daar aandacht aan gegeven hebt. Want het wordt vaak onderschat hoe moeilijk dat is. En van dit jaar hadden jullie een narrative designer die een talk heeft gegeven. Ja, Susan O'Connor. Wat is daar allemaal uit voortgevloeid? Waar had zij het vooral over dan? Goh, ik heb enkel alleen haar talk gezien. En dat gaat dan over de complexiteiten van een verhaal voor videogames te schrijven, want een van haar interessantste talking points daarover is van hoe hou je je speler tegen van die skipknop in te duwen. Ja. En als ze de skipknop induwen, hoe krijg je ze nog mee in het verhaal, ook al hebben ze 5 keer skip ingeduwd, maar de 6e keer denken ze, ik ga toch eens lezen wat er hier staat, maar dat ze toch het verhaal begrepen hebben. En dat moet zo ingewikkeld zijn. Dat zal ook wel environmental storytelling dan zijn dat je moet toevoegen. Zij had daar wel een heel interessant ding gezegd dat ik nog nooit had gehoord eerder. Waarschijnlijk alle andere storywriters wel, maar dat voor mij een klik gaf. En dat was alle dingen die je personage beleeft, laat je beter beleven door de side characters, door de NPC's. Want daar heb je controle over. Die doen wat jij ze programmeert om te doen. Ja. Als je te veel dingen laat afhangen van de player character en die doet heel rare dingen in het verhaal dat je nooit zelf had kunnen anticiperen, dan is dat heel moeilijk om daar een verhaal voor te schrijven. Ja, en zeker en met, zeker met VR-games. Daar had ik het ook met Journey of Elysium over. Je weet totaal niet waar dat de speler gaat kijken. In de ogen ergens naartoe gidsen is ongelooflijk moeilijk. Omdat ze niet gewoon een 360 graden ronddraaien voelen, maar het is echt... Alle mogelijke richtingen moet je in gedachten houden. Ja, er komt zoveel bij kijken bij game development. Heel veel respect voor iedereen die erin werkt. Ik wou het net zeggen, ik zou het zelf allemaal niet kunnen. Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die nu aan het meekijken zijn. Ja. Die zoiets hebben van, ik wil er zelf aan beginnen. Of misschien mensen die al een game gemaakt hebben of zo. Is er een mogelijkheid dat zij hun concepten eigenlijk kunnen indienen bij de Belgian Game Awards? Of hoe worden die games uitgekozen? Nee, de games kiezen we zelf nooit uit eigenlijk. Okay. Dus die worden zelf ingediend door de developers zelf. Wij kondigen dat meestal ergens aan eind september, oktober, omdat als we het in februari zouden houden, de datum van de volgende editie, dan kondigen we dat daar ergens aan. En dan doen we eigenlijk gewoon een oproep op sociale media via alle mogelijke manieren. Dan doen we ook een persbericht en dan zien we zeker dat dat geweten is, dat er een nieuwe editie aankomt. En dan kost het eigenlijk van, dien jouw game in. Het eerste jaar hadden we daar het concept van, je dient jouw game in, je kiest zelf welke categorieën. Ja. Dit jaar had ik dan gedaan van, ik ken alles wel in België, we zullen zelf de categorieën kiezen, maar dan leek dat toch net iets moeilijker te zijn van, wat qualifiert er nu net voor narrative? Ja. Wat qualifiert er, die regels dan gaan bedenken van, wat qualifiert nu juist voor die categorie is toch wel heel erg moeilijk. Maar het gaat altijd hetzelfde principe blijven, dat is, hallo, de Belgian Game Awards gaan terug beginnen, hier is het formulier, dien gewoon in en doe mee. Want één dingetje dat ik van het jaar wel erg jammer vond, was de best student categorie. Zoals je zelf dat gemerkt hebt, heb je daar niet voor moeten nomineren. Nee. Dat was, er hebben 3 games ingediend. Er was een mogelijkheid van 4 games te nomineren. En ik zou verwachten persoonlijk dat daar 20, 25, 30 games worden ingediend. Iedereen dat? Geen idee. Geen idee. De communicatie was er. Ik weet niet of dat mensen zichzelf te onzeker nog voelen of zo. Ja, misschien wel, ja. Want ik zelf heb ook een game-studie proberen doen in 2005, 2008. Maar dat werd halverwege geëvolueerd naar een... Ja, we hebben geen goede lectoren daarvoor. Nu is het webdesign. Dat was toen in Mechelen. Uh-huh. En zo. Maar daar heb ik ook... In mijn
één jaar en een half dan dat ik daarmee bezig geweest, ook een paar flash games gemaakt. En oké, die waren misschien niet het beste ofzo, maar daar zaten wel elementen in dat ik dan trots op was. En ik zou dat zeker ingediend hebben. Nooit niet geschoten, altijd mis, hè. Ah, dat is waar, dat is waar. Ja. Wat is zo'n beetje uw favoriete game van het moment? Wat vind jij echt ongelooflijk cool? Wat moet iedereen checken? Daarvoor moet ik niet ver kijken. Als ik naar buitenland zou kijken, dan de games die ik in de studio Brussel boef gekregen heb. Daar staat zowel Avicii in als Arrow, en dat zijn twee rhythm games. Ja. En we hadden het juist over muziek gehad in games en hoe belangrijk dat is, en dat ik dat eigenlijk niet besefte en zo. Maar daar draait het volledige spel over het ritme van de muziek. En dat waren zelfs titels die ik nog niet kon of zo. Maar dat is gewoon als dat allemaal samenkomt. Die visuele dingen, die gameplay en die muziek, dat is voor mij ecstasy. Ja. Ik had dat ook in mijn review trouwens zo geschreven van Arrow of zo. Dan moet je zo een witte lijn doorheen het pad volgen. Dat is eigenlijk a line of digital coke snorten. Ik heb zelfs nooit dingen gebruikt of zo. Ik vond het gewoon een leuke beeldspraak. En dat was gewoon van, ja, dat is goed. En dat je dan ook zo van, ik heb zo'n subpack of zo van subwoofer en een goede headset of zo, dan kan ik mij volledig in een game verliezen. Dus jij waren dan ook fan van Guitar Hero in de tijd en zo? Of? Ja, maar het is vreemd genoeg geleden van op de Wii met de Guitar Hero dat ik moest spelen. En ik weet niet dat je er bekend mee was, maar dat was dan nog, er was ik weet niet veel latency tussen die gitaar en de Wii en de tv, dat ik eigenlijk op die plek terug moest spelen, zo plek 2 seconden voordat dat blokje aankwam. Dat was echt van, op een uur trainde wij en erop. Dat heb ik inderdaad ook nog wel gespeeld. En ik zie daar mijn vrouw naar mijn fotootjes trekken. Hallo. Hallo. Dag, Fee. Wil jij mee op de stream komen? Nee, mag, hè? Het is goed van deze kant van het spel. Mag, hè? Je mag erbij komen, dan kom je op de stream eigenlijk, hè? Maar als je niet wil, moet je niet, hoor. Ja, het moet niet, hoor. Kei schattig. Ja, dat is mijn dochtertje, Fee. Valt dat goed te combineren met al het werk dat je hebt in no gezin? Comment. Nee, het is, dat valt inderdaad goed te combineren. Dat is alleen maar mogelijk dankzij mijn prachtige vrouw die daar staat, dat alles doet voor mij. Het is stoppen, dat ik deze fulltime job kan doen, want het is meer dan een fulltime job soms. Dus, ja. Er komt heel veel bij kijken. Ja. 9 to 5 kan je dan nooit noemen. Community management is voor iedereen dat in deze sector iets wil doen. Besef wel dat je job gaat nooit stil zijn na de uren. Ah, ik denk dat we de volgende persoon daar. Staat hier al te trappelen en te wachten. Robbie? En die gaat heel interessante dingen te vertellen hebben, want ik ben een hele grote fan van hun game. Ik ook. Dus ja. Ik ga de pieren uit die neus halen. Echt een moeilijkheid. Nee, is niet waar. We gaan gewoon een gezellig gesprek hebben. Ik ga uitchecken en ik ga mijn familie vastpakken. Dat is heel goed. Het was heel aangenaam. Jij zei heel veel bedankt. Zijn. Ik ga mijn drankje wel terug meepikken. Pak je drankje mee. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Ja. Zeker, hè. Laten we dat afspreken. Bestje. Kijk, goed, maat. Dankjewel, Robbie. Geef je een headset door? Ja, ik ga dat hier doen. Alright. Dat was Robbie van de One Up Conference. Hij gaat druk verder werken en naar zijn prachtige gezinnetje gaan. Het dochtertje van Robbie zit hier vol spanning te wachten tot haar papa komt. Hallo. Wat is jouw naam? Fee, dat is een prachtige naam. Je ziet er ook een beetje als een feetje uit.